Er is momenteel spanning binnen de coalitie die in 2020 is gevormd door VHP, AWOP, NPS en PL. De samenwerking tussen deze vier partijen kwam tot stand op basis van een regeerakkoord. De NPS stapte in februari 2023 uit de regeringscoalitie, waardoor de drie overige partijen verder de regering vormden. De verhoudingen tussen de huidige partijen zijn inmiddels verstoord, met name tussen de ABOP en de PL. De spanning tussen de ABOP en PL is deels te wijten aan een lopend onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst, CLAT, naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar PL onder voorzitter Bronte Somaharjo tot oktober 2024 de scepter zwaaide. Dit heeft intussen geleid tot een conflict over de invulling van de vakante ministerspost, waarbij zowel de ABOP als de PL aanspraak menen te maken op het ministerie van BISA. President Chandrika Prasad Santokhi heeft aangegeven dat de kwestie eerst juridisch zal worden afgehandeld, waarna een politiek besluit zal volgen met het nationale belang als leidraad. In een interview gaf de president aan dat het ministerie van BISA cruciaal is voor de organisatie van de verkiezingen en dat er vertrouwen en rust binnen dit ministerie moeten zijn. De president benadrukte dat alle besluiten in lijn moeten zijn met de principes van goed bestuur en dat er een gezamenlijke oplossing moet worden gevonden. De ABOP heeft de president recent een brief gestuurd waarin zij de eerdere afspraak over BISA herroept en zelf de post wil invullen, waardoor de PL wordt tegengesproken. De president heeft de zaak teruggestuurd voor verduidelijking van de oorspronkelijke afspraken. Het CLAT-onderzoek naar vermeende misstanden binnen het ministerie van BISA loopt nog en er is nog geen eindrapport beschikbaar.